zoiets heet vertrouwen. Ik kan er niks meer van maken. Ja, ik snap het. Ja. Jongen. Dan ben je een manager van een supermarkt. En dan komt de baas en... Ja, je investeert zoveel geld en je ding is leeg. Je rekening is leeg. Ja, hallo, ik ben een nieuwe supermarkt aan het indelen. En kijk eens even hoe dit er al uitziet. Ja, ik weet nog niet wat hier precies komt, maar het is wel gewoon logischer voor mij. Het wordt echt logischer. Als jij dadelijk komt met rijst, denk ik van... Pad 1, rechterkant in het midden, weet je al zoiets. En ik heb nog wel meer dingen besteld en die moet ik allemaal gaan indraaien. Jongens, echt, dit is ook zo asociaal. Ze donderen het maar neer en ik moet het opruimen. Nou ja, voor dit product maakt het niet uit natuurlijk, dat het een beetje door de war ligt. Maar voor de rest van de producten vind ik het wel een beetje een zielige zaak. Nou ja, ik ga al die spullen erin zetten. Ik heb ook een paar producten niet goed neergezet. Bijvoorbeeld dit soort dingen, die staan helemaal niet goed. Die moeten weg, deze moeten weg, die moet ook weg. Nou, dat brood moet daar niet staan, de thee moet daar niet staan. Dus, oh, man. Ik heb het allemaal niet helemaal goed ingedeeld. Maar ik ga ervoor zorgen dat het allemaal netjes eruit gaat zien. De handzeep daarentegen komt ook niet daar te staan. Die gaan we dus in het pad daarachter. Waarom? Dit zijn eigenlijk alle schoonmaakartikelen. Oh, wacht even. Ik ga nu al de mist in, wacht even. Zo, die even weg aan het kaartje. We hebben hier al wat voor de zeep. En blijkbaar heb ik al alle zeep gebruikt. Dus misschien moet ik deze maar even op gaan slaan. Achterin. En dan komt dat goed. En volgens mij heb ik ook wel te veel zeep ingekocht, of niet? Maar we hebben een opslag. Maakt niet uit, want ook deze hele opslag is leeg. Laat maar staan. Gerard, laat maar staan. Nee, waarom neem je nou mee? Er is niks. Het is leeg het schap. Ja, je kan kijken. Ga maar kijken. Ach, waar gaat hij heen? Nee, niet daar. Dat mag niet daar. Nee. Moet niet daar. Oh, dit gaat heel lang duren natuurlijk. Ik moet al die kaartjes weghalen. Dit is helemaal geen goede indeling. Dat komt omdat hier, dit was de oude kast voor de schoonmaakproducten. En dat moet daar helemaal niet. Ja, en ook die thee moet er allemaal weg. Oh, wat is dit vreselijk. Nou, hier ben ik nog wel even mee zoet. Maar geloof me, het is wel heel leuk om te doen. Want deze hele eerste kant en de tweede kant, of eigenlijk deze hele rij, zeg maar, die is bijna klaar. Ik hoef alleen nog maar de spaghetti toe te voegen. En even kijken, kan hier al wat in die doos? Niks, thee ook niet. Zeepjes erin, dat gaat allemaal niet. Dit zijn te grote dozen, ik heb een kleinere doos nodig. En dan hebben we deze. Dit is handzeep. Nou, geloof me, dat heb ik dus niet nodig. En oh wee, als die dat nou weer meeneemt. Laat het nou maar staan, hè, vriend. Ja, Gerard, ik weet het. Je doet ook maar wat je gevraagd wordt, maar het was niet de bedoeling dat dat moest. En zeep. Zeep. Ik kan geen zeep meer zien. Ik ga dat contract van Fabian niet verlengen, hoor. Moet je kijken. Fabian, wat ben je aan het doen? Hallo. Het past niet hierin. Wat heb je in je hand dan? Ja, dat gaat hier niet. Dat is daar helemaal niet voor bedoeld. Die Fabian, jongens en meisjes, daar word je soms echt een hartstikke aardig jongen, maar hij doet zijn werk gewoon niet goed. En dat is lastig, want je betaalt hem gewoon. En jullie maar denken, waarom duurt het zo lang met die schappen? Maar dat heeft een reden. Nou, heb ik het allemaal een beetje in orde gesteld. Ik geloof dat deze ook nog wel bijgevuld kan worden, maar dit schap zit al goed vol bijna zo, hè? En hier heb ik het ook een beetje redelijk netjes gemaakt. Hier gaat het ook wel de goede kant op. Alleen deze flesjes moeten nog weg daar. De thee moet nog weg. En dan zijn de meeste producten wel geplaatst. Ik heb nog heel veel plek voor nieuwe objecten. Dus dat maakt het ook wel heel tof. En dan heb ik het over nieuwe producten. Die kunnen we dan met licenties kunnen we die gaan kopen. Maar laten we eerst even kijken dat we alle schappen goed kunnen vullen. Dat als er klanten komen, dat we in ieder geval weer geld gaan bijverdienen. Want ik heb bijna meer dan 2500 euro geïnvesteerd in schappen, in producten, in uitbreiding. En op een gegeven moment moet je wel weer geld terugverdienen. En dat doen we dus door, door open te gaan. En dan hoop ik dat ze dit een beetje leeg gaan kopen. Want ja, die thee, daar moet ik niks van inkopen. Dat schap moet gewoon of leeg, of dit moet naar de opslag zelf. Er is een keuze. En hetzelfde geldt voor die. Voor die olie, of wat is het eigenlijk? Wat was het eigenlijk voor iets? Wat was het nou ook alweer? Oh ja, olie, inderdaad. Nou, eigenlijk wil ik deze flesjes hier zo. En ik weet niet waarom, maar we plaatsen ze gewoon. Gezellig. Nou, laat ik hem nu maar gewoon openen, want ik heb niet zoveel geld meer.
En we hebben natuurlijk ook gewoon personeelkosten. Dat moeten we ook nog betalen. Ik ga eens heel even spieken, want heb ik dat allemaal betaald al? Dan gaan we naar beheer, gaan we naar rekeningen. Oké, twee rekeningen valt mee. €219. €219. Ja, en anders wordt mijn baas echt woest als hij ziet hoeveel ik heb geïnvesteerd. Want geloof me, vandaag is er geen winst. Dit is geen winstgevende dag. Geloof me, mensen gaan zeuren ook om van... ja, ik kan het product niet vinden en ik weet dat niet en dat is er niet. En dat hoort er gewoon bij natuurlijk. En ik ga nu even alle prijsjes nakijken, want de marktprijs is dus veel lager. Dus dan moeten we ook €9... ja, wat doen we? 75, 20 cent erbovenop. En zo... Fabian, ongelooflijk. Die Fabian, marktprijs, €5,75, maak ik er €5,95 van. Ik wilde eigenlijk gewoon 20 cent boven zitten. Alles controleren. €8,70, dat is mooi. De pasta moet ik nog wel wat meer van inkopen, want... nou ja, je ziet het al, dit is oprecht één doosje, hè? Eén doosje. De honing gaat goed, €10,60, dat is een mooie prijs. Dat krentenbrood moet ook weg, want het hoort eigenlijk hier te staan in plaats van daar. Dus dan hebben we een leeg schap. En dan hebben we hier nog €5, maak weer €5,99 van, maak het uit. Ik snap niet wat hier gebeurt. Fabian, die doos moet je weghalen, jongen. Nou, die man staat hier morgen nog. Het maakt ook niet uit, joh. Ik ga hem wel ontslaan. Dus we kiezen wel een ander. Nou, dit gaat ook goed. Zijn deze prijzen nog goed? €5. Even kijken hoor. €65, dat is beter. Dan kunnen ze niet zeuren van... het is te duur, het is te duur. Ik betaal er niet voor. Ik vind het vreselijk. Ik ga wel bij de kruidvat winkelen. Daar heb ik goedkopere handzeep. Nou ja, dat maakt niet uit. Maar dit is gewoon compact. Het is allemaal bij elkaar. Nou, 21,50 vind ik een mooie. Je zou eigenlijk voor de gein 49 moeten doen. €14,25. Zo, maken we het alsnog €5 winst. En hier de shampoo. Nou, dat gaat helemaal prima. Zijn er al klanten? Kom op, afrekenen jongens en meisjes. Zoveel producten zijn er ook weer niet. Nou, er zijn er wel behoorlijk wat. En weet je wat? Ik ga ook gewoon open. Ik ga gewoon open. Kijk, kassa is gesloten. Kan ik dat nog... hoe kan ik dat fixen eigenlijk? Oh ja, met E. Kijk, dan in ieder geval... niet dat mijn grote collega's langzaam zijn. Nou ja, ze zijn wel redelijk langzaam. Maar het is toch fijn om ook gewoon zelf als medewerker te... of eigenlijk als kassamedewerker te functioneren natuurlijk. Oh ja, er liggen nog wat spulletjes. Ik kan even gluren of dat allemaal honeybees. Wat was dit ook alweer? Dit was volgens mij ook weer een soort van granen of zo. En die granen, die moeten we eigenlijk hier weer plaatsen. Want die passen we hierbij. Zie je het? Dit is fantastisch. Dit past er perfect bij. En eigenlijk wordt de gein zo. Dan weten we dat in dat vak alleen maar dat product komt. En oh, er staan al mensen bij mij. Er staan alweer mensen, tuurlijk. Hallo, heeft u het allemaal kunnen vinden? U wil pinnen, dat mag. Wordt €119,22. Wat een hoop geld, hè. Kijk, dat konden we goed gebruiken. Ik kon de Franse frietjes niet vinden. Ja, dat komt omdat we nog steeds met de verbouwing bezig zijn. En dat klopt al een paar maanden. €37,60. U krijgt van mij 40 cent terug. Hoppakee. Trouwens, weet je wat leuk is? Als je allemaal 1 centjes teruggeeft... Dan komt er een grote stapel van centjes. Dat is hilarisch. Maar dan moet er natuurlijk wel iemand even contant betalen... in plaats van continu die pin gebruiken. €11,05, dank u wel. Wat heeft u? Lekkere zout. Bioproducten, altijd gezond. U krijgt van mij €3 terug. Ja, dit is mooi, hè? Want dan moet je eigenlijk gewoon dus heel veel klikken. En dan zou, als het goed is, al die centjes zouden dan op moeten hogen. En dan een paar van die 5 centjes, dan gaat het iets sneller zo... En even kijken hoe zit... kijk, heerlijk dit, heerlijk. Je zou eigenlijk een autoklikker moeten hebben, hè? Dan gaat het allemaal wat sneller. Zo, een beetje door elkaar. Maar geloof me, dit stapeltje wordt hoog. Nou, meneer, u krijgt allemaal losse zinkjes terug. Ik heb hier een stapeltje. Alsjeblieft. Oh, die man is niet blij. Die komt ook niet meer terug, hè. Die zie je niet meer. Nee, zeker niet. Dat is heel vaak zo, hoor. Dat er soms mensen zijn die komen maar eenmalig. Die denken van... ja, de kruidvat is toch wel goedkoper met handzeep. Nou, prima. Dan moet je het daar lekker doen. €11,66. En nu krijg je 88 cent terug. Laat ik het een beetje gek normaal doen. Ik doe normaal. Zo, alsjeblieft. Dag, mevrouw. Dat wordt... even kijken. €32,35. U krijgt niks terug, want het was handje contantje. Zo, meneer. U krijgt ook niks terug. Dat gaat snel, hè? Dit gaat veel sneller dan die andere cashières. €51,30. Dank u wel. En zo hebben we toch een hoop nieuwe klanten weer. Of een hoop vrolijke klanten. 65 cent. Dank u wel. En deze gaat ook helemaal prima. Zo.
Nou, dat is 70 euro en 97 cent. Het gaat lekker, hè? Ik kan even de kassen sluiten. Ik moet ook de lamp aandoen. En ik heb dit schap iets naar voren gebracht, waardoor ik dan de knop kan aanklikken. Want anders kan ik daar niet makkelijk bij. En dan gaan we deze ook even in het vak zetten. Want geloof me, daar er moet nog hoop in staan. Hier zo, kijk. En maken ze het al een beetje leeg? Nou, ze zijn al een beetje aan het plunderen, hoor. Dat vind ik wel fijn. Dat moet ook wel. Bijen. En uiteindelijk, als dit dan gevuld is... Moet je je voorstellen, dit is gevuld. Dan moet ik dus... Zo, die meneer koopt zich helemaal schiel aan die bijenproduct. Nou, en dan moet ik dus ook de opslag helemaal gaan vullen. Hè. Dus geloof me, dit is meer werk dan je misschien zou denken. Maar het is dan daarbovenop nog meer werk. Dus het is echt ongelooflijk. Oh, dat water is ook allemaal uitverkocht. Even vullen. Dat gaat snel, hè, dat water. Dat gaat echt rete snel. Zo, die flesjes. Zo, die is ook gevuld. En dan hebben we hier nog honeybees. Nou, volgens mij kunnen we daar ook nog wel enigszins wat van bijvullen. Niet superveel meer. Nou, het is toch een doosje, toch? Ja, een doosje. Nou, heel fijn. En dan hier nog wat. Dat is dan de sugar. Dat kunnen we daarachter plaatsen. En geloof me, als ik dan nu ongeveer weet waar wat staat... dan ga je er ook sneller naartoe. Je moet dit allemaal onthouden. Dus alle producten die je krijgt... er moet een soort systeem voor jezelf zijn. Een makkelijk onthoudbaar systeem. En dat is fijn, want dan, als je dat hebt, dan, ja, dan loopt dat gewoon heel goed. Dan weet je ook voor die opslag hoe het allemaal werkt. En nu gooi ik het allemaal nog een beetje door elkaar in die opslag. Uiteindelijk ga ik dat allemaal rangschikken dat dat allemaal klopt ten opzichte van de winkel. Hè, dus het moet een soort spiegelbeeld zijn dat als daar het water staat, dan moet daar ook ongeveer op de plek het water staan. Dus ik moet nog veel meer van die kasten kopen. Maar we hebben nu al 2000 winst, dus dat gaat behoorlijk snel. En ja, weet je, daar kan ik weer een hoop dingen van kopen. En zo blijf je vernieuwen, zo blijf je verbeteren. En dat is fijn. Ook nog veel gasten ook, hè. Veel klanten. Hallo, gezellig, kunt u het vinden? Ja, Franse frietjes hebben we niet. Alleen de pizza's zijn in de aanbieding, maar dat ziet u wel natuurlijk. 4,40 euro voor een pizzaatje. Nou, we kunnen de dag beëindigen. En dan ga niet schrikken, want geloof me, er is geen winst. Er is absoluut geen winst. Het is alleen maar... gewoon in de min. Keihard in de min. Deze cijfers gaan naar de baas toe. En de baas gaat me weer bellen de volgende dag. En dan uiteindelijk, als hij dan komt in de winkel, denkt hij van... Vince, dit is fantastisch. Hier deden we het voor. Nou, let op. Winkelpunten 300. Hier, totale winst. Min 1281. We hebben al met leveringskosten 3000 euro ingeslagen. Ja, met de upgrade kostte 200, dat valt nog mee. Maar vooral de leveringskosten zijn natuurlijk een hoop. Want ja, ik moet gewoon heel veel spullen kopen. Ik moet heel veel producten kopen, want het moet vol. Dus de schappen moeten vol en het moet er goed uitzien. En zoals je kan zien, er is geplunderd. Het is allemaal wat leger. De reis is al gewoon een hele tray van leeg daar beneden. Nou, dit ging ook snel. Dus dan moeten we bijvullen. Maar dat moeten eigenlijk de mensen doen die voor me werken. En Fabian heeft gelukkig zijn route gevonden. Die heb ik ontslagen. Dat heb ik al verteld natuurlijk. Fabian is er niet meer. Dus helaas pindakaas voor Fabian. Het was een goede jongen, maar deed niet goed genoeg zijn best. Oh jongens, wat erg hè. Wat is hier nou? Dus... Oh! Eén chocopastaatje. Eén chocopasta. Het gaat echt rap. Dat is niet normaal. Hoe hun kopen en plunderen. En dan moeten we natuurlijk ook de pindakaas kopen. En de pindakaas, die zetten we dan op deze schap. Dus dan hebben we pasta, honing, pindakaas. Dat is een beetje het idee natuurlijk. Ja, je alles bijvullen, goed zo. Nou ja, prima. Wat ik al zei, het kost veel tijd, kost veel moeite, kost veel geld. Maar daar heb je ook wat. Net als die auto, kost ook veel geld. Ah, Ferdinand, ben je ingewerkt door Fabian? Oké, okay. Is dat iets met de letter F in je naam? Dat je dat niet ziet, dat daar dat product niet hoort? Hou nou eens. Ik snap er niks van. Ik heb geen idee wat er aan... Weet je wat? Oké, we doen het zo. Ik verplaats dit hele schap. Loop nou niet mee. Jongen, loop nou niet mee. Dit is suiker. Sugar, dit zijn flesjes. Wat? Ja, hij zat te zeuren. Dat is te duur voor mij. Ik zie het al. Er zijn wat prijzen aangepast. En die heb ik dus helemaal niet aangepast. Oh jee, wacht even. Ik moet even controleren wat er allemaal is aangepast. En dat kunnen we zien in de productenlijst. Dus even kijken. Ik zie hier dus dadelijk een pijltje naar boven. Een groen pijltje is dat de yoghurt omhoog is gegaan qua prijs. Yoghurt moeten we controleren. En is er nog ergens een pijltje naar beneden? Want volgens mij waren er twee producten afgeprijsd. Of in ieder geval naar beneden. En eentje was omhoog. Even kijken, ja, de gesneden brood moet naar beneden.
gesneden brood. Nou, dat weten we nu te vinden. Dat scheelt dan wel weer, hè? Kijk, gesneden brood. Dat wordt dan goedkoper. Dat wordt in één keer €4,99. Nou, dat is prima. En dan yoghurt. Dat staat natuurlijk hier in het vak. Even kijken. Yoghurtjes, yoghurtjes. En die zou dan duurder moeten zijn. €1,99. Nou, het scheelt niet heel veel in de prijs. Maar ja, elke cent telt. En we hebben geld nodig, want ik ga namelijk een nieuwe licentie kopen. En die licentie kost me bijna €2000. En wat krijgen we dan? We krijgen nieuwe producten. En dat heeft te maken met koffie gebrand. Koffie gebrand. Dat is dan net anders. Misschien ook smaakt het beter. Ik heb geen idee. Maar het zou beter moeten zijn dan de normale koffie. Maar ja, om al die nieuwe producten te krijgen, heb ik dus wel een soort van geld nodig natuurlijk. En die krijg ik door u. Hallo. En u mag altijd wat extra betalen natuurlijk. €28,45. Dank u wel, meneer. Volgende keer zie ik u weer, hè. Ja, dan krijgt u weer korting. Ik kon een chocopik niet vinden. Ah, dat ga je natuurlijk ook krijgen. De schappen gaan leeg. Ja, kijk eens. Een heel leeg vak. Drama, drama. Want we hebben helemaal geen chocopiks. Nou ja, ik wil het helemaal niet kopen, want ik wil die licentie kopen. Maar geloof me, als we een goede dag draaien, dan weet ik zeker dat we weer €2000 erbij krijgen. En dan is het alleen maar goed. Dan is het alleen maar fijn. Chocopix. Even kijken hoor. Chocopix. 1, 2, 3, 4 dozen. €204. Nou, dat valt best wel mee. En dan moeten we even snel lopen. En dan gaan we die even hier zo plaatsen in het vak. En dan weet ik zeker, dan wordt het allemaal weer gekocht. Maar het gaat er hard doorheen. Want dat hele vak stond eerst vol. En ik kom een dag later kom ik kijken. En het is helemaal leeg. Zo, dat is weer een doosje gevuld. Kijk, uit hoor met die auto's. Voor het weet word je van je sok af weggereden. Zo, dit is ook helemaal vol. En dan hebben we als het goed is nog één doosje over. En ik hoop dat het allemaal past. En anders gooi ik het gewoon in de opslag natuurlijk. Zo, en dat is gedaan. Kijk, nou hebben we tenminste wel weer even een vol vak. Dan kunnen de mensen niet lopen zeuren van, hey, ik mis de Chocopix. Je moet ook altijd even luisteren naar wat de mensen zeggen, hè? Wat de klanten zeggen. Want ja, de klant is koning. En ja, goed, het is heel belangrijk om te luisteren wat ze denken. En natuurlijk ook of te luisteren wat ze denken en wat ze te zeggen hebben. €25, dank u wel. Zo, dat gaat goed, hè, met de bleekmiddel. Moet u niet op de boterham smeren, hè? Dat is een beetje smerig. €67,97, dank u wel. En oh, lekker chocola, dat is goede chocola, hè? Ja, nee, dat is pure chocola. Dat wordt altijd gevraagd, is het melk, is het puur? Dus vanaf de buitenkant niet zo goed te zien. Maar het is pure chocola. Ik kan de appelsap niet vinden. Oké, okay. Altijd weer van die mensen, ik kan de appelsap. Ja, ik ga niet in het weekend in zonder appelsap natuurlijk. Ja, ik denk dat ik licentie, ik kan de licentie kopen. Is behoorlijk wat geld, maar ik heb hem liever gewoon in beheer dan niet. En het is dus, ik kan kiezen uit deze. Dat is dus moussaka, de zalm. Gerapste jacobsschelp, biefstuk. Oh, biefstuk lekker. We hebben sushi groot, sushi klein. En een kalfskoteletje. Dat moet waarschijnlijk allemaal in de koelkast en de vriezer. Nou, daar heb ik niet zoveel van vriezers en koelkasten. Maar dit is kaas, koffie licht gebrand, fles water, eitjes, pasta, bruine suiker en groene thee. Nou, geloof me, dat is fijn. Dat wil ik hebben, want groene thee, dat is groene thee uit Japan misschien wel. En groene thee uit Japan is heel lekker en gezond. Dus ja, weet je, die kruiden die doen het hem, hè. Dat is gewoon fantastisch. Dus ik ben heel blij met mijn licentie. Alleen je hebt waarschijnlijk ook kans dat mensen nu gaan zeuren, ik kon de groene thee uit Japan niet vinden. Oh ja, nee, ja, we zijn geen Franse winkel natuurlijk. Of geen Franse, een Japanse winkel bedoel ik. Geen Franse, een Japanse winkel. Maar ja, dat moet nog even gebracht worden. We hebben het besteld, maar het duurt altijd even een paar werkdagen. Het is net als een bol.com bestelling. Het duurt altijd een paar werkdagen. Nou, mevrouw, dank u wel. Ik kon dat niet vinden. Zo, u gaat flink aan de diarree, zie ik. Er wordt, u krijgt nog geld terug zelfs. Nou, het is ongelooflijk. Alleen bij onze winkel krijgt u geld terug. Dus ik zie u hopelijk de volgende keer. Ik kon de kaas niet vinden. Dag meneer, hallo. Ik moet het licht aandoen, ik weet het. U was me voor. U zei het en ik dacht het op dat moment. €67 en... Of 76,18 cent. Ik ga even het raampje... Of het raampje. Het raampje staat al open, of niet? Oh, de deur staat open. Even het licht aandoen. Zo. Mag het licht aan? Ik kon de melk niet vinden. En zo krijgen we alweer... Hebben we al genoeg geld? Jongens, houd dat schap nou nog even een beetje leeg. Of een beetje vol, hè? Want ik vind het leuk dat jullie plunderen. Oh, man. Geloof me, als die winkel vol staat, dan zie je alleen maar volle... Dan zie je alleen maar allemaal producten staan. Alles staat dan vol. Heerlijk. Wat een zicht is dat, hè? Dat is echt geweldig. Ga eens kijken, man. Wat kan ik bestellen? Hoe kan ik dat bestellen? Ik wil van alles één. Even kijken, hoor. Dan doen we dat weg. Gaan we naar onder scrollen. Dan krijgen we dus de nieuwe producten. Kaas, koffie licht gebrand, fles water, eieren, pasta elleboogjes, bruine suiker en groene thee.
Nou, weet je wat? De bruine suiker en de groene thee. Ik weet niet hoe snel dat gaat, maar ik neem wel 2 doosjes mee. Zo. Hoppakee. Dat doen we hier. Dat is dan... Dit is de groene thee. Dat is echt speciale thee ook gewoon. Hè? Dat krijg je alleen maar hier zo. Kijk, dat doen we dan hier. Oh, je ziet het ook zo lekker vers, hè. Je ziet het ook, hè. En dat ook een nieuw product. Nieuwe kosten. Marktprijs €7,32. Dat is een behoorlijk bedrag. Dan gaan we natuurlijk voor de €7,50. Voor die thee. Niet zo heel veel winst. Maar ja, elke cent is meegenomen natuurlijk. Jeetje, wat is het druk in de winkel. Wat is het weer jemineetje druk. Ik zal even die thee ook even opruimen. Want die krijgt een andere locatie. We hebben al een locatie daarvoor namelijk. Zo. Dan kan die weer weg. Dan pakken we weer even een doosje. En zo moeten we dat om en om doen. Dus je vult eigenlijk zo'n schap aan, zo, met de groene thee. Nou, dat is allemaal prima. Dan heb je een lege doos. En dan kunnen we dan weer andere producten in doen die daar niet horen. Nou ja, die daar niet horen, die we daar niet gaan plaatsen. Dus de thee gaat dan weg daar. Want die zouden we nog verplaatsen zo. Die bordjes gaan weg. En dan gaan we deze weer in de opslag plaatsen. En zo ben ik continu bezig om het allemaal zo mooi mogelijk te maken. Maar de thee, waar gaan we de thee plaatsen? Ik heb nog even geen plek voor de thee. Maar dan doe ik het gewoon even op het pad. Zo. En dan dat doosje ook weg. Want we willen niet dat de mensen gaan struikelen. Dat we dadelijk een EHBO-kit moeten verkopen. Zou wel makkelijk zijn. Dat we gewoon, zeg maar, mensen laten struikelen. En dat we dan automatisch bij het laatste schap dan een EHBO-kitje verkopen. Dat is misschien wel een heel slimme opstelling. En bruine suiker hoort natuurlijk ook een beetje bij de Japanse thee. Is ook helemaal nieuw. Dus er moet ook een mooi prijsje eraan hangen. En ik hoop ook dat dit een beetje duur is. Het is een flink pak met bruine suiker. En bruine suiker kost €6,83 marktprijs. Dan gaan we voor de €6,99. Hartstikke fijn. Zo, en dan kunnen we dit doosje weer lekker opruimen. Hop. Nou, dit is mooi. Hopelijk een winstgevende dag. Uiteraard moet ik nog wat producten gaan aanvullen, want het wordt Ik ben er nou klaar. We stoppen de aflevering. Volgende keer gaan we een cursus geven, want dit schiet niet op. Dit schiet echt niet op. Vandaar dat ik een boze baas heb. Ja, tuurlijk. Nou ja, het ding is voltooid. De dag is begonnen of geëindigd. En Fabian, ik vind het prima. Of Ferdinand, ja, we moeten echt even wat doen aan jou. Dat geeft niet. Ik ga je wel een lesje geven. Maar dat doen we buiten de aflevering om. Vond je dit nou een leuke video? Laat wel een duimpje achter. Volgende keer gaan we verder met het opknappen en het vernieuwen van de zaak. Ik wil echt alles vol hebben. We gaan ook beter personeel inhuren. En dan geloof me, je gaat hier echt een mooie winkel zien als het af is. En tot de volgende keer. En dan ga ik gelijk bellen met de baas, want ik wil toch wel even nieuwe medewerkers. Tot de volgende keer.